Dag dames en heren. De afgelopen dagen hadden we te maken met van die typisch Hollandse luchten, zon en stapelbewolking. Nou, dat levert altijd hele mooie plaatjes op. Leen de Koning, mijn collega, die maakte deze foto zondagmiddag bij de Zevenhuizenplas. En Ik krijg ook nog een foto uit de Hoekse Waard, een soort gelijke foto. Van Jan Westdijk ook hier zon en stapelwolken. Nou, dit weerbeeld zien we ook weer een dinsdag terug. Nou, voor het zover is, krijgen we nog een nacht en dan is er weinig bewolking aanwezig. De temperatuur die zakt bij weinig wind naar zo'n ja, 12 tot 14 graden, met de hoogste temperatuur natuurlijk dicht bij het warme zeewater. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag, inderdaad, zo'n typisch Hollandse zomerdag met zon en stapelbewolking. Het blijft er bij overal droog, de temperatuur is heel normaal voor het begin. Augustus ongeveer 23 graden. En de westenwind die trekt opnieuw aan tot matig windkracht 3. Aan zee is die af en toe matig een windkracht 4. Nou, na morgen dan wordt het toch wel wat wisselvalliger. Woensdag trekken in de loop van de dag vanuit het zuidwesten een aantal buien over onze regio. Mogelijk met een donderklap: een graad of 23. Donderdag en vrijdag is het dan wisselend bewolkt, He, dus zon. Een stapelwolk en wolkenvelden. Valt er af en toe een enkele bui bij een temperatuur die weer op gaat lopen naar 24, misschien wel 25 graden op vrijdag, zaterdag nog wat wisselvalliger, een grotere buienkans en dan in de middag ongeveer 23 graden. En dat bij een aantrekkende zuidwestenwind. Nou, Ten slotte nog deze foto, ook uit Nieuwekerk aan de IJssel. Maakt u ook mooie weerfoto's? Kunt u ze insturen naar weerfoto. Rijnmond.nl Nog een prettige dag.